De kippertest is inmiddels een jaarlijks terugkerend fenomeen, waarbij diverse media samenwerken. Dit keer brengen Big Truck Online Magazine, Bouwmachines en After Sales Truck Magazine 6 8x8 kippers bij elkaar. Namens hen geeft Iep van der Meer uitleg over de test. We zijn hier te gast bij Van der Wiel in de Noordoostpolder, in de omgeving van Bandt. En we hebben hier 5 verschillende merken, 6 trucks, allemaal 8x8 voertuigen. En die gaan we proberen in het zand. We gaan aslasten wegen, we gaan ze vol rijden, we gaan ze leeg rijden. Op de openbare weg, maar vooral ook in het terrein. Want dat is natuurlijk de fun van een 8x8. Deze trucks worden ingezet voor het zand, grind en grondtransport. En komen vooral in Nederland met zijn zachte bodem goed van pas. De gewichten van de voertuigen lopen nogal uiteen, van 37 ton tot 46 ton. Dat komt omdat de Nederlandse wetgeving een aslast toestaat van 11,5 ton. Daarvoor moeten de assen dan wel 1,80 meter uit elkaar staan. In deze vergelijking zien we standaardvoertuigen tegenover speciaal gebouwde exemplaren en horen wat de voor- en nadelen zijn. Iep bespreekt de modellen, te beginnen met de Mercedes. Dit is een 37 tons Arox. Hij heeft standaard configuratie, dus dan kom je tot die 37 ton. Dat wil zeggen, dit is echt een affabriek auto van Mercedes-Benz. 480 pk motor erin. Hij heeft de intelligent versnellingsbak, 12 versnellingsautomaat. Een prachtige 8x8, maar wel met een starre achterrasconstructie. Dit is meer een standaard voertuig met dus ook een standaard bijstelling. Hè? Alles wat jij extra aan een auto laat doen, dat kost ook weer extra centjes. En dat is natuurlijk altijd de afweging. Extra investeren in een voertuig, in widespread assen en alles, komt dat ook terug? Nou, deze vervoerder is ervan overtuigd dat dat niet het geval is. En die maakt gebruik van standaard voertuigen. Een standaard auto heeft natuurlijk zijn voordelen. Het is vaak lichter. Het is eenvoudiger en dat heeft ook zijn prijs. Hè. Het is ook goedkoper. Maar ook voor een tweede leven, voor een exportland, is een standaard auto is makkelijker af te zetten dan de veelal technisch gecompliceerdere, geoptimaliseerde auto's. Deze 8x8 kippers zijn bij uitstek bedoeld voor gebruik in het terrein. Voor een zo groot mogelijke bodemvrijheid zijn grote banden gemonteerd. Daarnaast moet de oploophoek aan de voorzijde liefst zo groot mogelijk zijn om niet te snel vast te lopen als er een flinke bult genomen moet worden. Vandaar dat die hoek voor deze test bij elk voertuig zorgvuldig wordt opgemeten. Alle meetresultaten worden genoteerd om na afloop te kunnen vergelijken. De grote bodemvrijheid zorgt wel voor een flinke instap en ook daar komt het meetlint aan te pas. Daarna is het de beurt aan de binnenzijde van de cabine, waar de verstelmogelijkheden van het stuurwiel worden opgemeten. Terug naar de deelnemers aan de test. Tatra is een nieuwkomer op de Nederlandse markt en voor de test bracht men een standaard truck met kleine wielen mee uit Tsjechië. Het is de Tatra Phoenix, maar die komt je toch waarschijnlijk heel bekend voor en dat klopt ook, want Tatra maakt gebruik van de DAF-cabines, maar ook van de DAF-motoren en de ZF-versnellingsbak. Hier staat gewoon de MX-13 motor in met een 16 versnellings ZF Aistronic versnellingsbak erachter. Dus het is een hele bekende techniek eigenlijk, alleen het hele chassis en de aandrijflijn, dat is typisch Tatra. Nou, het bijzondere van Tatra is dat ze gebruik maken van onafhankelijke wielophanging. En dat doen ze luchtgeveerd, ondersteund met staal, voor met springveren en achter met paraboolveren, met stalen veren. En ja, dat is een hele bijzondere techniek. Het heeft een soort centrale koker waar de aandrijflijn in zit en met onafhankelijke wielophanging op alle wielen. En dat geeft ongeëvenaarde terreincapaciteiten. Nadeel is dat deze auto, zoals die er hierbij staat, in Nederland slechts 37 ton op kenteken zou krijgen. Dus dat is een puntje waar ze nog aan moeten werken. Omdat gewicht en dan vooral de aslastverdelingen van groot belang zijn, worden de kippers gewogen op een mobiele weegbrug. Allereerst gaan de auto's er één voor één leeg op, waarbij de aslasten nauwkeurig worden opgeschreven. We zijn hier nu de aslasten aan het wegen en als je die optelt krijg je totaalgewicht. Maar met name die aslasten, dat is heel cruciaal. Dus dat je de juiste aslasten zoals ze op het kenteken staan niet overbelaat. En dat is wat we hier controleren. Daarna krijgen alle voertuigen met de shovel van Van der Wiel een flinke lading zand in de bak gestort. Daarbij worden de voertuigen geladen tot het geldende maximumgewicht. Met een volle bak gaan de voertuigen opnieuw de mobiele weegbrug op voor het testonderdeel aslastweging. Dat luistert heel nauw
En te zwaar of te licht beladen auto's maken nog een rondje langs de shovel om uiteindelijk tot het juiste totaalgewicht te komen. Met Iep gaan we verder in op de volgende deelnemer. Die wordt geleverd door het Nederlandse GINAF. En dankzij de bijzondere opstelling van de assen komt deze auto tot een totaalgewicht van 46 ton. Op basis van DAF bouwt GINAF in Nederland dit soort zware voertuigen. Eigenlijk gaat GINAF een behoorlijk stuk verder waar DAF gestopt is. Deze auto heeft bijvoorbeeld een compleet eigen chassis. Hij heeft hydropneumatische ophanging. Dat betekent dat hij ook waterpasstelling heeft. Als deze auto kiept, dan zal hij hem eerst waterpas zetten, stabiliseren voordat hij kiept. Dat is veiliger. Ja, dit is een zogenaamde trippelopstelling. De meeste hebben twee voorassen, twee achterassen. Deze heeft er achter drie, eentje voor. Ja, dat wordt verschillend over gedacht. Volgens GINAF is dit de ideale configuratie en komt er tot een ideale gewichtsverdeling op die assen. En verder zie je, en dat kun je hier prachtig zien op de draaicirkel, van de vier assen sturen er drie. Dat betekent een enorm wendbare auto, maar ook een ondergrondvriendelijke auto. Dat betekent dat hij de klinkers er niet uitdraait als hij scherp wordt insturen. Zometeen keren we terug naar Band voor het vervolg van deze test, waarbij van alle auto's onder meer de draaicirkel en decibellen worden gemeten. En we nemen de specificaties van de andere drie kippers door. We zijn terug in de grote zandbak bij Van der Wiel, waar de test van 6 8x8 kippers aan de gang is. Niet alleen worden er metingen gedaan en ervaringen opgetekend, ook wordt alles op de foto gezet voor de verslagen in de diverse media die deze test organiseren. De 8x8 is inmiddels een bijzonder voertuig. Je ziet ze steeds minder, maar het is nog steeds wel een heel belangrijk segment. Vooral in Nederland met zijn slappe bodem heb je al snel aangedreven voorassen nodig. En dan hebben we natuurlijk nog de speciale Nederlandse wetgeving die extra gewicht toekent voor assen die verder uit elkaar staan. Vandaar dat we een paar specialisten hebben zoals de GINAF en de MAN en de Mercedes van meneer Veldhuizen. Dat zijn auto's die zijn geoptimaliseerd voor de Nederlandse markt en die gaan tot 43, 46 ton. De standaardauto's die ook meedoen, die gaan tot 37, 39 ton. Dus dat zijn de verschillen van de auto's in deze test. Net besprak Iep deze standaard Mercedes Arox 8x8 goed voor 37 ton. Maar het kan ook anders. Ja, weer een Arox, maar dit is een voor de Nederlandse markt aangepaste Arox. Die is aangepast door Veldhuizen Wagenbouw. En die heeft er behoorlijk wat aan gedaan. De andere Arox die we net hadden was 37 ton. Deze komt tot 46 ton. En dat komt doordat de voorassen zijn aangepast en hebben een zwaarder kentekengewicht. En achter is dit ook een widespread opstelling. Een gestuurde widespread. En die assen zijn nu alle vier goed voor 11,5 ton. Dus dat optelsommetje maakt keurig 46 ton. Hij stuurt dus ook compact alle voordelen van die besturende achteras. Daarbij is dit een mechanisch systeem, dus hij is mechanisch geveerd en mechanisch gestuurd. Dat betekent dat hij dus niet waterpas stelt, maar dat betekent ook minder onderhoudskosten. Het is allemaal vrij eenvoudige techniek. En ja, wat er niet op zit, kan niet stuk. Deze auto 450 pk, heeft een Mercedes-Benz automaatbak erachter zitten. Met alle normale opties van Mercedes-Benz betreffende de aandrijflijn. Dus met sperren langs en dwars en hoog en laag. Vast onderdeel van de test is ook het meten van het geluid. Dat gebeurt op het asfalt van de openbare weg. En Tim de Jong van Big Truck hanteert de decibelmeter. Bij elke auto wordt het geluid bij 50 en bij 80 km per uur gemeten. Alle vastgestelde resultaten worden door de journalisten uiteraard keurig in de logboeken verwerkt om later tot een goed en onafhankelijk vergelijk te kunnen komen. Nu even optrekken naar 80 alsjeblieft en dan als je daar bent dan laat je het me even weten. Okay. Uit de resultaten blijkt dat de kippers elkaar op dit onderdeel niet veel ontlopen. 80. Ook een moderne kipper is stil tot heel stil. We gaan terug het terrein in waar de volgende deelnemer klaar staat om voorgesteld te worden. Een Iveco Tracker. En Iveco is vrij zeldzaam in dit segment. Dat is eigenlijk wel gek, want Iveco is eigenlijk de opvolger van Magirus Duits. En dat was ooit marktleider in het grondverzet. Iveco is meervoudig winnaar van het Dakar. Dus je zou zeggen, in het terrein zijn ze heel veel mans en dat is het ook. Dit is een standaard auto met normale narrow spread achterassen. 37 tons auto. Het is een compacte auto, Euro 6, 450 pk. En hij is voorzien van de Eurotronic, oftewel de
AS-Tronic 12 versnellings geautomatiseerde bak. Hij heeft 2,9 tons voorassen. De auto is staal geveerd, voor parabool geveerd. Een hele Europese configuratie zoals die hier staat. En ja, daarmee kom je tot 37 ton. Dat is voor heel veel vervoerders is dat genoeg. Voor wie dat niet genoeg is, zijn er andere oplossingen. Maar dit is een prachtige standaardkeeper met ook een hoge restwaarde, omdat de hele wereld hem zo kent als 8x8. Wendbaarheid is een ander belangrijk aspect. Vandaar dat ook de draaicirkel wordt opgemeten. Uiteraard bepaalt de lengte van het voertuig samen met het aantal gestuurde assen de uiteindelijke meters. Bovendien blijkt er ook verschil te zitten in de draaicirkel vol of leeg. En ja, door beide te doen kun je die verschillen eruit halen. Bij de ene auto is dat een grote verschil dan bij de andere. De cijfertjes die ik nu gezien heb, zie je soms meer dan een meter verschil tussen vol of leeg. Dus dat is wel degelijk een ding om eens kritisch naar te kijken, om dat te vergelijken bij de verschillende auto's. Met Iep bespreken we de laatste kipper, afkomstig van de marktleider in het bouwsegment. De MAN TGS, ja, het staat erop, 43, 420, nou 420 pk, 43 ton. Een echte terreinauto op hoge wielen. Het is een auto die voor de Nederlandse markt door Wierda is omgebouwd. Wierda Voertuigtechniek die heeft er een widespread gestuurd tandemstel van gemaakt, waardoor je ook extra tonnage krijgt op dat tandemstel. De assen zijn verder dan 180 centimeter uit elkaar, waardoor het wordt gezien als twee afzonderlijke assen. Dit is een geoptimaliseerde auto met hoge aslasten, 2x10 voor, 23 ton op de tandem. Hydraulische vering achter, waardoor die ook stabiliseert voor het kiepen, dus veiliger kiepen. Van de vier assen zijn er drie gestuurd, dus weinig verstoring van de ondergrond. En ja, heel erg wendbaar, dat scheelt natuurlijk in brandstof, maar ook in bandenslitage. Als je veel bijvoorbeeld op terreinen komt in woonwijken waar je de bestrating niet kapot wil rijden, ja, dan moet je zo'n auto nemen, want die achteras die wringt niet, die stuurt keurig mee. Twee dagen lang zijn de zes zware kippers uitgebreid gereden en opgemeten, waarna alle bevindingen worden verwerkt. De test laat vooral zien welke verschillende configuraties er mogelijk zijn en wat daarvan de voor- en nadelen zijn. Uiteindelijk zal een transporteur uiteraard het voertuig kiezen dat het beste aansluit bij zijn werkzaamheden. De test zelf wordt door de organiserende media ieder op hun eigen manier gepresenteerd. Kijk voor meer informatie daarover op onze website.